Het zwaard van Grutte Pier. Voor Friesloon ontzettend belangrijk. Zonder Grutte Pier was Friesloon misschien wel onderdeel geweest van de provincie Groningen. In maart 2015 waren Grutte Pier en zijn zwaard het gesprek van de dag. Waardoor kwam dat eigenlijk? Daar heeft het Fries Museum voor gezorgd. Het museum is niet alleen bewaarder, maar ook verteller van verhalen. Omdat het museum dit doet, werd het genomineerd voor de Museumprijs. Voor deze gelegenheid vertelde het museum het verhaal van Grutte Pier. Maar dan anders. Om te laten zien hoe belangrijk de Friese geschiedenis is voor ons allemaal, vermengde het museum voor deze ene keer de feiten met een beetje fictie. Stukje bij beetje werd dit verhaal door verschillende media verteld. Op 6 maart startte het verhaal met een bericht in de pers. Een Amerikaan claimde het zwaard van Grutte Pier en het dreigde uit Friesland te verdwijnen. Het nieuws verspreidde zich als een lopend vuurtje en bereikte via krant en internet meer dan 100.000 mensen. Het museum reageerde een paar dagen later met een open brief. Dat zwaard, dat hoort hier. Een aantal lezers vroeg zich hardop af, kan die Amerikaan eigenlijk wat Boeter en Breer zeggen? Wat volgde was een serie video's van Facebookers die aantoonden dat zelfs echte Friezen meer recht hebben op dat zwaard. De videomakers daagden anderen ook uit om het shibboleth uit te spreken. Boeter, Breer en Green, dat zie je. Waar dat net is, een kind. Ja. Het museum kwam daarna met een animatie over al die ophef rondom het zwaard. Meer dan 40.000 mensen bekeken de explainer over Grutte Pier en zijn betekenis voor Friesland. Het verhaal eindigde met een videoboodschap van de Amerikaanse claimer. Hij nam de uitdaging aan, maar hij kwam niet veel verder dan... Hij zag in dat het zwaard in Friesland hoort en trok zijn claim in. Het Fries Museum vertelt verhalen in het museum, maar ook daarbuiten. Het verhaal van Grutte Pier kwam tot leven en iedereen had er een mening over. We lieten mensen praten over de Friese geschiedenis. Omdat we dat doen, zijn we misschien wel het beste museum van Nederland. Stem op Uus Museum voor de Museumprijs. Uus Museum op 1.